Hi lieverd, in deze video laat ik jullie zien hoe ik deze krullen, nou ja, het is eigenlijk meer slag, heb aangebracht in mijn haren. Ik vertel heel even kort welke stappen ik heb doorlopen en welke producten ik hiervoor heb gebruikt. En ik wens jullie heel veel kijkplezier bij het kijken van deze video. Mijn haar valt gewoon heel erg sluik langs mijn gezicht. Het is heel erg stijl van zichzelf en er zit niet zoveel volume in. En omdat ik vandaag krullen wil gaan maken, laat ik even wat producten zien die daarbij erg handig zijn. Ik vind deze droogshampoo van Batiste heel erg fijn. Die gebruik ik ook al vaker om meer volume te krijgen. Dan spreek ik die gewoon hier bij mijn scheiding en een beetje hieronder. En wat ik zo fijn vind aan deze droogshampoo is dat je geen of nauwelijks grijze plekken in je haren krijgt. En hij ruikt ook nog eens heel erg lekker, dus dit vind ik een aanrader. Deze Voluminizing Spray van Mashup, die heb ik via de webshop van John Berend. En die ga ik nu vandaag voor de eerste keer eens een keer uitproberen. Dus dan zou ik extra veel volume in mijn haar door moeten krijgen. Lijkt me heel erg handig. Dan heb ik nog een volume powder van Keune. En dat poeder kan je ook gewoon in je haargrens aanbrengen en een beetje hieronder. Dat zorgt dan voor extra volume. Dus ik heb al heel veel producten van voor volume. Ik denk dat ik vandaag deze twee ga gebruiken. Dus die droogshampoo laat ik heel even achterwege, maar die vind ik wel super fijn. En om mijn haar goed te verzorgen gebruik ik heel graag deze olie van Cool. Om ze in de puntje te doen. Als ik een beetje piekerig puntje heb of dode puntje, dan doe ik graag die olie erin. Ik ga mijn haren krullen met de krultang van José Eber. Die heb ik bij de Bijenkorf gekocht. En ik heb deze uitgekozen met giraffenprint. Ik heb de middelste maat. Ik heb de 25 mm curling wand. Ik begin alvast met het aanbrengen van wat volumepoeder. Ik doe dat gewoon hier in mijn scheiding. En dan breng ik dat gewoon zo even aan. Best wel stug poeder. Nu gaan we beginnen met krullen. Wat ik altijd als eerste doe is één lange pluk pakken. Dus ik verdeel mijn haren eerst allemaal in gelijke stukjes. En dan pak ik een pluk en ik pak de krultang. En ik draai altijd mijn haren van mezelf af. Dus ik draai altijd de haren naar de buitenkant. Dan hou ik eigenlijk de krultang een paar seconden eromheen. En als ik dan denk de krul is goed, dan laat ik hem in mijn hand vallen. Dan laat ik de krul nog eventjes in mijn hand zitten en ik knijp er een beetje in, zeg maar. Zodat hij mooi kan afkoelen. En als hij afgekoeld is, laat ik hem los. En dan doe ik hem naar achteren en begin ik gewoon met een nieuwe krul. Nou, dit zijn de krullen die ik heb gemaakt en ik hou er zelf niet zo heel erg van als je de krullen echt heel erg goed ziet. Dus ik ga ze zo meteen nog een beetje uitkammen en dan heb ik gewoon meer een slag. Dat vind ik heel erg mooi. Ik ga nu eerst wat volumespray aanbrengen. Het ruikt die lekker, zeg. Echt heel lekker. Nu nog wat olie in de punten. Ik vind het altijd heel erg fijn om olie aan te brengen. Ik voel toch weer alsof mijn punten wat gezonder zijn. En je kunt het gewoon over je hele haar aanbrengen, hoor. Ik doe het altijd gewoon heel even snel. Nou, dit is dan mijn look. Ik vind het een hele mooie peachy look, zeg maar. Gewoon een mooie slag, een soort krul. En ja, ik vind het echt super leuk geworden. Ik hoop dat jullie de look ook heel leuk vinden. Ik hoop dat je deze video leuk vond en misschien dan wel iets aan hebt gehad of inspiratie uit hebt gehaald. En als je deze video leuk vond, doe dan heel even je duimpje omhoog. En ik zou het heel erg leuk vinden als je je abonneert op mijn YouTube kanaal. Kun je op de hoogte blijven van al mijn video's. Heb je nou nog suggesties of ideeën voor nieuwe video's? Laat het dan zeker even weten in de comments, want dan ga ik er iets mee doen. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei doei!